essentie van heel welvaartproject is een debat op te starten met de mensen uit Antwerpen rond duurzaamheid en rond leven in een stad. Hoe kunnen we dat goed doen? We hebben eigenlijk geen vast plan van wat we hier gaan doen. We hebben enorm veel dromen en ideeën. Echt genoeg voor 2 jaar hier ons nooit geen seconde te vervelen. Wij zelf, ja, wij zijn eigenlijk maar bricoleurs, kunstenaars. Dat is een kraanponton, de kronton noemen we dat. Maar dat is heel goed, want ons pontonneken eigenlijk, dat is een welton noemen we dat, het welvaartponton, dat ligt erachter. Dat is een stekkendoosje. Als wij hier hadden gelegen, dat had nou wel eens schraal geweest, denk ik. Dan zagen ze ons gewoon nog niet aan op de kade. Dus nu zijn we toch tegenover dat mes een beetje, hebben we wat allure. Dieper het water in. Het totaal hier is, dat is 170 op 200 het dok. Zou je niet zeggen. Het klein pontonnetje is 5 op 16. Dit gaan we 12 meter dieper, dat ponton 12 meter dieper. Ertussen een heel houten terras met in het midden vijvers, waar dat je in kunt plonsen. Hey, we gaan niet concurreren met een badboot, vind ik. Dat is onmogelijk. Hey, dat is ook totaal niet nodig. Met waterzuiverende planten in. En wat vissen waarschijnlijk. En dan komt dat ponton erachter, daarop komt een structuur, eigenlijk een frame, zoals een fabriek, waar dat we dan 2 etages van kunnen maken. Zo, we kunnen hier trappen zetten. Van boven erop 2 serren. Maar dat is een monument, beschermd, en daarom mochten we mogen er geen gatje in boren, niks op plakken, niks op lassen, niks. En alles staat hier, dan hadden we zoiets, ja, een logisch gevolg van die voorwaarden. Dus gewoon, we zetten hier potten op, hè. We hebben allemaal van Verbeke Foundation gekregen. We wilden dat niet gaan kopen, want we hebben eigenlijk quasi geen budget ermee. Maar dat maakt ook de stijl, hè, dat alles, hier is niks gekocht. Alles vinden we en krijgen we en... Dat is zo wel de manier, de essentie denk ik van welvaart of van het project en van een echte welvaart. Dat je gewoon zo, jij hebt ja, 2 handen en thuis ook wat dingen te veel en iedereen, dat je niet gewoon alles moet gaan liggen kopen. Nee, we hebben dan op de groendienst hebben we lang gaan hasselen voor grond die een beetje goed was. Een mooie verhouding tussen compost en gezeefde grond. Wat hebben wij nu gedaan? Een hoop potten. Met groen op een ponton gezet, om even om het te relativeren. En iedereen is wild enthousiast. Echt mensen die tijd hebben en die zien deze, die beginnen gewoon spontaan te glimlachen. Door dat groen, veronderstel ik. Dat heeft een heel positieve invloed op die mensen. En die komen zich aanbieden. Kan ik iets doen? Wat kan ik? Koken, helpen met groen. We hebben een oud bruin Antwerps café met een geschiedenis die we aan het achterhalen zijn. Dat heeft al nog dienst gedaan voor het marktattentatief voor de Magic Palace, een voorstelling in de Roma. En daarvoor was dat van 2 andere cafés. Dat is heel mooi, authentiek. En dan een brouwerij erbij, met onze eigen dokpils gaan we brouwen. Dokpils en het water dat we daarvoor genereren is gezuiverd water door een reuze mossel waterzuiveringsinstallatie. Vanaf morgen komen die kippen, 1 aan. Leghorns hebben we 3 gekocht en dan 4 Michelse koekoek. De kippentempel zelf is van de Sam Verdonk.
de broer van de Benjamin Verdonk, die aan de andere kant fabrieksgen heeft gedaan. We zijn hier gewoon aan begonnen. En ik heb er de overtuiging van dat dat echt iets fantastisch is geworden. We hebben al nu een aanbieding. 2015 zouden we naar Pilsen gaan. Want dat is de bedoeling. Hè. We gaan 2 jaar hier liggen. Dat is de opstart van Welvaart. En ik wil er 10 jaar mee doorgaan. Met Welton dan. Hè. Met dit klein ponton. Daar gaan we dan helemaal demonteren. Alles erop. Dan gaan we naar Pilsen. Dat is in Tsjechië. Dat is in 2015 ook toevallig de cultureel Europese hoofdstad. Dat heeft ook 3 rivieren. En dan daarna, want we gaan volgend jaar een Europees plan doen met een Tsjechisch collectief en een Portugees collectief. En dus in 2016 gaan we naar Lissabon hiermee. En onze droom is om ermee tot in Matadi te geraken. Dat is de havenstad van Congo, waar we ons hart hebben verloren bij een vorig project. Dus ja, we zetten dat op een containerschip of zo en dan gaan we tot in Kinshasa. Omdat, ja, het is zo van, je moet het van overal aftoetsen. Hè, van, het is niet, ik vond deze een heel goede beginplek, omdat dat ja, zo het luxe, het elite plekje van Antwerpen is momenteel. Maar daar tegenover wil ik ook heel graag in Congo ermee zijn. Hè. Allee, dat is, maar ja, dat is momenteel nog mijn droom. Hè. Je idee is dat dat overal toepasbaar is. Ja, en dat je van overal... Wij adapteren ons. Maar en dat, ja, dat dat toepasbaar is, maar dat wij ook onze informatie halen. Want elke mens, elke cultuur, die heeft ons dingen te bieden. Hè. Wij redeneren zo, wij bieden de mensen bijna niks. Wij zitten hier wat planten en mensen zijn doodenthousiast en die komen hier hun diensten aanbieden, gratis, vrijwillig. Alles wat je wilt is hier al gepasseerd. Van willen lassers, willen dit, moeten dat hebben. En tegen alles zeggen wij ja. En zo. Moet je een cameraman hebben? Ja, dat is goed. Ik weet niet wat dat is. De wereld morgen. Is dat van de morgen, dat weet ik. Nee, dewereldmorgen.be. Dewereldmorgen.be. Ja.